Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Ja, voor me staat Lucas van Beek. 19 jaar, heb ik gehoord. 18. 18 jaar. En je zat vandaag op de bank bij het eerste. En op een gegeven moment krijg je de mededeling dat je moet gaan warmlopen. Wat dacht je toen? Ik dacht, zal het dan wel gebeuren vandaag? Ja, dus je debuut in het eerst, of niet? Klopt, officieel debuut. Ja. Ja, hoe voel je dat ging? Ja, eigenlijk wat moet je nou doen met 3 in achterstand? Wij hadden voornamelijk de bal. Moet je de duels winnen van die spits. Zorgen op een gelukje misschien dat we hem nog over de streep kunnen trekken. Zat helaas niet in. We kwamen er wel dichtbij, denk ik, met de 3-2. Ja, het schot van Hakim had toch zo kunnen vallen. Maar ja, ik moest gewoon zorgen dat de pot dicht bleef. Gas erop. Zorgen dat we nog iets konden forceren. Helaas niet gelukt. Wat vind je van het niveau van de derde divisie? Want dat was je natuurlijk niet gewend. Nee, dat is wel een niveautje extra inderdaad. Ik ben natuurlijk de jeugd van vorig jaar gewend. Een paar wedstrijden in het tweede, maar dit is wel een tandje bij. Dat kon je wel merken. Ja, maar zo hartstikke mooi om mee te doen, of niet? Absoluut, absoluut. En die spits, gevaarlijk? Ja, hij was vooral sterk in de lucht, merkte hij. Hij kon goed de bal vasthouden. Nou, daar maakte zij goed gebruik van, denk ik. Okay, dus jouw doel was eigenlijk zeg maar de spits uitschakelen? Ja, en zorgen dat we nog iets konden forceren. De pot moest zo dicht blijven en we moesten iets openbreken om nog een punt hier te halen of misschien wel meer, maar dat zat er niet in. Ja, je bent ook een lange jongen, dus inderdaad, als je vrije trappen krijgt of corners, dan was jouw doel ook mee naar voren. Ja, klopt. Ja, helaas verloren. Doelpunten toch wel weer makkelijk weggegeven, maar voor hetzelfde geld was het toch 3-3 geworden. Ja, inderdaad. De eerste goal, ja, dan schiet hij hem gewoon fantastisch binnen. Dat is zonde. En dan kom je de rust uit. En dan hoop je het recht te trekken. En dan maken zij weer zo snel die 2-0. Ja, dan wordt het gewoon een lastige middag. Dat is jammer. Dat is een beetje een kopie van vorige week, hè? Ja, wat dat betreft wel. Klopt. Dus je hebt de smaak te pakken in het eerste van Excelsior. Laten we hopen dat er meer wedstrijden volgen. Nou, je bent fysiek sterk. En de trainer kan je denk ik op dat gebied ook gebruiken. Dus ja, dat is aan de trainer. Maar we zullen het zien. Ja, inderdaad. Laten we het hopen, hè. Hey, dankjewel. Jij bedankt. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look.